Voordat we met de oefening beginnen, nemen we eerst de makkelijke houding aan. Viel maar als het goed zit, met de rechts in de leuningen van de stoel, met de voeten plat op de grond. Uw handen mag je resten op uw dijen. En liet uw eigen maar dichtvallen. Doe de eigen dicht, zodat je je beter concentreren kunt op de spanning en de ontspanning van die spieren. Als je een lekkere, makkelijke houding voor hast, gaan we je aandacht richten op de spieren van je rechterhoorn. De spieren van die rechterhoorn kun je ontspannen door een stevige voet te maken. Ja, nou. En voel hoe de spieren van die rechterhoorn ontspannen binnen. Viel hoe de spanning loopt rond in die jermtaken rond haar. En ontspan. Dit is spanning gewoon gaan. De hoes neer was te dwaan dan die aandacht te horen bij die rechterhoorn en te voelen hoe de spieren van die rechterhoorn rustig ontspannen. Let vooral goed op het verschil tussen de spanning van ze krijgt en hoe het nou aanvoelt. Dat de spieren van je rechterhoorn meer en meer ontspannen kunnen. Laat je rechterhoorn maar rustig lezen en richt je die aandacht nou op je linkerhoorn. De spieren van je linkerhoorn kunnen we ontspannen terug op een nieuw en stevige voet te maken. Ja, nou. Voel hoe die spieren ontspannen stenen. Viel hoe die spieren strak en stief staan. En ontspan. Blijf goed met die aandacht bij het gevoel in je linkerhoorn. Viel goed het verschil met de spanning van ze krijgt. Laat de spieren van je linkerhoorn maar rustig verder ontspannen. We laten nu de beide handen lezen. En gaan uw aandacht nou richten op het bovenste in de jerms. Uw bovenste jerms kunnen we ontspannen door uw jerms omheeg te tillen, uw handen slap hingen te laten en ze voor uw uit te steken. Viel hoe de jerms op spanning stenen. Viel hoe die jerms beginnen te bewegen. En los. Laat die jerms gewoon vallen. Blijf goed met die aandacht bij het gevoel in die jerms. Voel goed hoe de spanning in beide jerms voortloopt. Laat die jerms maar lezen. Nu gaan we de aandacht richten op uw voorhollen. De spieren van uw voorhollen kunnen wij ontspannen door uw wenkbrauwen heeg op te loeken, correct als jocht vernuveren. Voel goed hoe die voorhollen rimpelig is. En ontspan. Laat de wenkbrauwen vallen. Voel goed hoe die voorhollen glad en zonder rimpels is. Laat de wenkbrauwen gewoon verder en verder zakken. Nu gaan we de aandacht richten op uw eigen en uw eigenleden. De eigen kunnen we ontspannen door ze even heel goed dicht te kniepen. Ja, nou. Voel hoe de spieren van uw eigen ontspan binnen. En los. Laat de spierkes los en viel hoe die voorhollen en wenkbrauwen zakje, die eigenleden zakje. Nu is de beurt aan je kaakspieren. Die kaken kun je ontspannen door die beide kaken bijnaar te klemmen. Ja, nou. Viel goed hoe die bovenste rijtosken klemt stenen op die onderste rijtosken. Viel goed hoe die kaken ontspan binnen. En
Ontspan. Let los. Let goed op het verschil, maar ze krijgt. Feel hoe die kaken verder van elkaar staan. Hoe de spieren van die kaken meer en meer kunnen ontspannen. Dan gaan we met onze aandacht naar onze lippen. De lippen kunnen we ontspannen door beide lippen op elkaar te persen. Ja, nou. Voel goed die spanning in die moelen. Voel goed hoe de lippen strak ontspan binnen. En ontspan. Let op het verschil met de spanning van ze krijgt. Voel goed hoe die lippen meer en meer kunnen ontspannen. Om nog meer ontspanning in het onderste deel van je gezicht, je kaken en lippen te krijgen, kiest ik probeer je om de onderste lip een beetje van de bovenste lip over te krijgen, zodat je nog meer een ontspannen gevoel krijgt. Laat die spieren van je gezicht gewoon verder ontspannen. Dan richten we nu onze aandacht op onze nekken. De spieren van de nekken kunnen we ontspannen door onze nekken naar onze borst te lopen, maar tegelijk ook een beetje tegen te lopen. Ja, nou. Voel hoe de spieren van die nekken spanstenen. Voel hoe als je alle spieren van die nekken ontspanst. En ontspan. Probeer je gewoon rustig te voelen hoe die nekken die holle dragen kan. Hoe als die holle recht op het lichaam staat, zonder dat de spieren van de nekken ontspannen staan. Voel goed dat die spieren van de nekken meer en meer de tijd krijgen om te ontspannen. Dan geven we verder met de aandacht terugzien op de spieren van de schouders. De schouders kunnen we ontspannen door onze beide schouders heeg op te lopen naar onze oren toe en de schouders ook wat naar efteren naar elkaar toe te brengen. Ja, nou. Voel hoe die spanning onviel tussen de schouderbladen. Voel goed hoe de spanning in de schouders zit. En los. Laat los. Laat die schouders gewoon vallen. Blijf goed met die aandacht bij het gevoel in die schouders. Voel hoe die spanning voortloopt en hoe je die schouders nog meer zakje laten kunt. Dan brengen we nu onze aandacht naar de spieren van onze borst. De spieren van onze borst kunnen we ontspannen door diep in te ademen en onze longen vol lucht te zetten. Ja, nou. Houd die spanning even vast. Adem uit. Ontspan. Voel dat de spieren van je borst meer en meer kunnen ontspannen. Voel hoe het bovenste deel van je lichaam meer en meer ontspannen kan. Dan gaan we verder met de aandacht richten op je maag en je buik. Die spieren kunnen we ontspannen door als wij inademen je maag hudder te maken. Correct als kist een stomp verwacht je. Ja, nou. Voel hoe die spieren ontspannen staan. Voel hoe de buik en maag hut binnen. En ontspan. Laat de spanning gewoon gaan. Je hoeft niet te doen, alleen maar die aandacht te houden bij het gevoel in die buik en die maag en te voelen hoe als je die spieren meer en meer kunt ontspannen. Die spieren meer en meer loskomen, letterkist.
Dan gaan we onze aandacht verplaatsen naar uw skonken. We richten eerst onze aandacht op de skonken bij het bilbonken, de dijbenen. We gaan beide dijbenen ontspannen door de hielen op de grond te trouwen. Ja, nou. Viel hoe die bovenste dielen van de skonken, de dijbenen, ontspannen worden. Viel goed die spanning. En los. Blijf mij die aandacht bij het gevoel in die dijbenen, het bovenste van die skonken. Viel goed hoe beide skonken bij het bilbonken meer en meer ontspannen kunnen. Viel hoe als de spanning voortgeleidt. Dan gaan we zondag de jochtsen op de skonken onder, de koeten. De koeten kunnen wij ontspannen terug eens tien op te loepen. Ja, nou. Viel hoe als de spanning krijgt in het effeste van de koet als door die tien oploekst. En los. Ontspan. Viel hoe de spanning uit de koeten wij loopt. Let goed op het verschil mij ze krijgt. En liet die koeten rustig verder ontspannen en loskomen. Als laatste richt je weer onze aandacht op de voeten. Uw voeten kunnen we ontspannen door ze wat naar binnen te draaien en de tien van elkaar af te doen. Ja, nou. En los. Liet de voeten gewoon rustig verder ontspannen. Ik wil zitten ze in de schoon, dagskies te voelen dat de spieren van die voeten meer en meer ontspannend omvielen. Viel goed hoe als de spanning voortgeleidt u die voeten wij. Nu hebben we heel het lichaam ontspannend kennen. Blijf nog even naar genieten van het gevoel van ontspanning in die spieren. Je bent gewoon rustig en regelmatig aan het ziekenhuis. Dan gaan we nu het lichaam nog even bedel. Als je nog wat spanning voelt in een deel van je lichaam, probeer je dan bij het uitademen je spanning nog wat los te laten. De rechterhoorn is ontspannen. De linkerhoorn is ontspannen. Uw jerms binnen slap. Uw voorhoorn is glad. De eigen binnen ontspannen. De kaken. De lippen. De nekken. Uw schouders binnen ontspannen. Het borst, uw magen en buikspieren binnen ontspant. De skonken boppen, de dijbenen. De skonken onder, de koeten. De voeten. En de ziekhelst gewoon, rustig, in en uit. Nu gaan we de oefening stopje. We tellen van draaien we rond naar één. En bij draaien beweegt u wat mij de ledematen, de jerms en die skonken. Bij twa beweegt u die holle. En bij één doet u die eigen iepen. Draaien. Twa. En één.